Mark Diemers, in beeld bij Feyenoord. Ja, ik heb gehoord. Ja. Maar goed genoeg ook, zeg jij? Of? Nou, ik vind dat hij de laatste tijd dat hij steeds beter geworden is. Ja, bij de Graafschap en bij... Ja. Cambuur. Begin niet, hè, Roodje op. Klootzak. Ah ja, joh, Mark Diemers, man. Rot erop. Ja, maar als je geen geld hebt, moet je het doen. Ja, niks Mark Diemers halen. Nou, nou ik vind dat hij het goed gedaan daarbij zit. Dat. Ja, ik dacht eigenlijk dat het een speler voor Groningen Heerenveen Twente was. Ja, dat was het ook. Daar zou hij ook heen gaan. Totdat Frank Canese dacht, hé, die moet ik hebben. Is hij vrij dan of zoiets? Nee. Die transfer van jij? Nee, die moet nog geld kosten. Ja, kost wel wat, maar niet veel natuurlijk. Hij kon ook nog naar China, begreep ik. Maar ze moeten er ook nog iets voor betalen. Maar het is wel een hele mooie, sierlijke voetballer. Het is voor iedere modale club een hele goeie. Maar ik weet niet of Feyenoord nou beter van hem wordt. Nee, maar ik moet... Ik durf het niet te zeggen met die people naast me. Hè. Maar hij heeft wel Sittard. Ja, zeker. Heeft hij echt gedragen. Ja, nee, uitstekend in nummer 10. Dat vind ik ook dus. Ja, maar je zit daar. Ja, maar ik weet wat je bedoelt. Feyenoord dragen, dat juist, is natuurlijk wel even heel iets anders. Ik bedoel, kom op, man. Kijk, onze vriend Marin, die droeg standaard Luik. Ja, en nu? En die mag al weg, heb ik gelezen. Ja, daar waren wij na 3 wedstrijden al achter. Ja. Weet je nog, die rechtsback die ze kocht, die kon er helemaal niks van. Nou, die Deen. Die kon er helemaal niks van. Ja. Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel!